Het overtuigen van mensen tijdens een fysieke vergadering kan al knap uitdagend zijn. Maar het wordt helemaal ingewikkeld op het moment dat je dit moet doen tijdens een online bijeenkomst. In deze video geef ik je 3 concrete tips die jou gaan helpen. De eerste tip op weg naar een overtuigend online verhaal is dat je maximale activiteit zelf moet uitstralen. Je zal nog meer je best moeten doen als spreker om ervoor te zorgen dat jouw verhaal aankomt. Er zijn 2 manieren waarmee je dat bijvoorbeeld zou kunnen doen. De eerste is door je bureaustoel te vervangen door een krukje waar je op zit. Niemand ziet dat krukje, maar doordat je op een krukje zit, zit je rechterop, al meer naar voren en straal je vanzelf al meer activiteit en betrokkenheid uit. De tweede tip is dat je zorgt dat jouw camera op ooghoogte staat recht voor je. Voorkom dus dat je van boven naar beneden in jouw laptop zit te kijken. Dat is voor mensen die daarnaar moeten kijken niet het meest prettige aangezicht. En het zorgt er ook voor dat je een beetje van boven naar beneden praat. En dat is niet de uitstraling die je wil hebben. De tweede tip is dat je tijdens het online presenteren zo min mogelijk gebruik moet maken van PowerPoint of Sheets. Mijn tip is sowieso altijd om tijdens presentaties alleen maar een plaatje of een sheet te laten zien als die echt wat toevoegt aan je verhaal. Maar online geldt dat nog veel meer. Want wat gebeurt er op het moment dat jij een sheet in beeld brengt? Die sheet komt groot in beeld en jijzelf wordt een hele kleine postzegel aan de zijkanten van de onderkant van het scherm. Kortom, je verdwijnt eigenlijk uit het zicht van degene die je wil overtuigen. En dat wil je niet. Het belangrijkste overtuigingsmiddel dat je bij je hebt om mensen mee te krijgen, dat is jouw eigen persoonlijke overtuigingskracht, jouw enthousiasme. Kortom, jij moet centraal staan, jij moet in beeld zijn in plaats van die sheet die vaak niet meer is dan een samenvatting van wat je eigenlijk al aan het vertellen bent. Tot slot, de derde tip voor het online overtuigen is: maak het kort, maar maak het vooral interactief. Zorg dat jij de mensen tegen wie je spreekt continu betrekt bij het verhaal wat je vertelt. Dat houdt ze bij de les, maar het laat ook zien dat je, ook al ben je op afstand, toch betrokken bent bij degene die je wil overtuigen. Stel vragen. Hey, Kees, ik zie al wat bedenkelijk kijken. Ben je het niet eens met wat ik zeg? Of Marlies, jij bent een specialist op dit gebied. Misschien kun jij hier ook nog wat over vertellen. Of mag ik even de handen zien van iedereen die ook tegen dit probleem wel eens aanloopt? Kortom, verwerk in je verhaal continu momenten dat je vragen stelt in jouw publiek en ze erbij betrekt. Dat kan bijvoorbeeld ook door jouw scherm op gallery view te zetten, dat je al die gezichten in beeld ziet en maximaal kunt peilen wat er gebeurt met jouw publiek en je ze er maximaal bij kunt betrekken. Met deze 3 tips wens ik je heel veel succes met jouw volgende online presentatie.